En vandaag, beste broeders, ga ik het hebben over een belangrijke personage bij het verhaal van Karbala. En wij weten dat er veel belangrijke personages zijn, maar een van de belangrijke personages die ik persoonlijk nog nooit heb benoemd, is het verhaal van Umm al-Banin alayhi salam. Umm al-Banin was een vrouw van imam Ali alayhi salam. Een van de bekendste zonen die zij had was al-Abbas alayhi salam. En waarom is het belangrijk om deze vrouw te bespreken? Omdat zij een lichtend voorbeeld is, niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen in de islam. En als wij het hebben over Umm al-Banin alayhi salam, dan beginnen we bij imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam, sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wij verwelkomen natuurlijk de geleerde Sayyid Munir al-Ghabbaz, die speciaal gekomen is uit Irak. En wij zijn natuurlijk geëerd dat hij vandaag aanwezig is. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Wij weten dat imam Ali alayhi salam in eerste instantie getrouwd was met Sayyidah Fatima al-Zahra alayhi salam. En dat was zijn belangrijkste vrouw. En hij had daar vier kinderen uit. Al-Hassan wal-Hussein alayhi salam, Zainab alayhi salam en Umm Kulthum. Maar wij weten dat Sayyidah Fatima alayhi salam verwond werd bij het incident van de deur en daarna gemarteld werd. Dus de kinderen werden wezen. De kinderen, niet ouder dan 7 jaar, Umm Kulthum, niet ouder dan 1,5 jaar, werden wezen. En daarna wilde Fatima al-Zahra alayhi salam dat imam Ali alayhi salam ging trouwen met haar nicht Umame. Dat was een vrouw, zei Fatima al-Zahra alayhi salam, die van mijn kinderen houdt. Dat was een vrouw die zal zorgen voor mijn kinderen. Dus trouwde imam Ali alayhi salam met haar. Als we verder kijken naar de huwelijken van imam Ali alayhi salam, dan trouwde hij daarna met een vrouw genaamd Ghawla bin Ja'far ibn Qais. En daaruit kreeg hij een zoon genaamd Mohammed ibn al-Hanafiyya. En dit was ook een personage die niet ging naar Karbala. En daar komen we zo meteen op. Hè. Waarom ging Umm al-Banin alayhi salam niet naar Karbala? Na deze huwelijk trouwde hij met een interessante personage genaamd Esma bint Umays. Esma bint Umays was eerst getrouwd met de boer van imam Ali alayhi salam, Ja'far al-Tayyar. Ja'far al-Tayyar die omkwam, die gemarteld werd bij de slagveld van Mu'te, waarin zijn handen werden afgehakt. Op dezelfde manier dat de handen werden afgehakt van al-Abbas alayhi salam. En daarna trouwde Esma bint Umays met Abu Bakr. Zij trouwde met hem en zij kreeg daar een zoon uit, Mohammed ibn Abu Bakr. Wat interessant is hieruit, dat imam Ali alayhi salam, want Abu Bakr stierf en daarna trouwde imam Ali alayhi salam met Esma bint Umays. En deze zoon, Mohammed ibn Abi Bakr, die werd de meest trouwe metgezel van de Ahlul Bayt. Je zou verwachten, omdat hij de zoon is van Abu Bakr, dat hij juist aan de kant stond van de metgezellen in die tijd. Maar nee, hij was de meest trouwe metgezel van imam Ali alayhi salam. Maar helaas werd deze personage nooit besproken door andere mensen. Op een gegeven moment, 15 jaar ongeveer na de dood van Fatima al-Zahra alayhi salam, wilde imam Ali alayhi salam trouwen met een vrouw die een bepaalde geloof had, die een bepaalde imaan had, die een bepaalde loyaliteit had. Want hij wilde een nageslacht, hij wilde een kind krijgen die imam al-Hussein alayhi salam zou beschermen. Dus hij ging naar zijn broer Aqil alayhi salam, Aqil ibn Abi Talib. Want Aqil was een matchmaker in die tijd. Hij zorgde ervoor dat mannen en vrouwen met elkaar gingen trouwen. Hij zorgde ervoor dat ze gingen trouwen, omdat hij precies wist wat de stambomen waren van de mensen. Imam Ali alayhi salam ging naar Aqil. Hij zei, ja Aqil, ik wil een vrouw van een bekende stam. Ik wil een vrouw die bekend staat om haar geloof. Die bekend staat om haar wala, om haar loyaliteit. Op het feit dat ze strijders zijn. Dus Aqil die koppelde imam Ali alayhi salam met Umm al-Banin. En Umm al-Banin is niet haar echte naam. Umm al-Banin is een bijnaam. Umm al-Banin betekent de moeder van de zonen. Maar haar echte naam was Fatima bint Hizam al-Kilabi. Dezelfde naam Fatima als Fatima al-Zahra alayhi salam. Daarom toen zij naar het huis ging van de kinderen, zij begon door te zeggen, ik ben niet zoals jullie moeder. Ik ben jullie dienaar. Ik ben jullie gadim. Umm al-Banin alayhi salam stond bekend om het feit dat voordat ze trouwde met imam Ali alayhi salam, stond ze bekend om haar liefde voor de Ahlul Bayt. De profeet zegt, inni ta'ikun fikum al-thaqalain, kitab Allah wa itrati Ahlul Bayti. Umm al-Banin was een van de meest trouwe personen aan de Ahlul Bayt alayhi salam. Maar toen ze trouwde met imam Ali alayhi salam, wilde ze alleen maar de Ahlul Bayt dienen. Ze wilde alleen maar ervoor zorgen dat Hassan en Hussein, Zainab en Umm Kulthum alayhum assalam het naar hun zin hadden. Dus dat zei ze ook voordat ze het huis binnenkwam. En even voor jullie gedachten,
Umar Benin alayhi salam was ongeveer net zo oud als Sayyida Zainab alayhi salam. En als we verder gaan, de eerste kind van Umar Benin is natuurlijk Abu Fadl al-Abbas. Abu Fadl, want al-Abbas alayhi salam had een kind genaamd Fadl. En bij de geboorte van al-Abbas alayhi salam, de eerste die al-Abbas vasthield was al-Hussein alayhi salam. Toen ging al-Abbas alayhi salam zijn ogen openen. Imam al-Hussein gaf daarna al-Abbas naar zijn zus Sayyida Zainab alayhi salam. En we zagen dat al-Abbas dus vanaf het begin al een bepaalde connectie had met al-Hussein en Sayyida Zainab alayhi salam. Vervolgens zei Umm al-Banin heel duidelijk tegen al-Abbas alayhi salam. Ze zei, luister, en naar haar overige drie zonen overigens. Ze zei, als al-Hussein alayhi salam dorst heeft, dan moet je hem water geven. Als al-Hussein alayhi salam iets nodig heeft, dan moet jij direct naar hem toe gaan en hem helpen. Zo werd al-Abbas alayhi salam opgevoed. En dat kunnen we leren van al-Abbas alayhi salam. Al-Abbas had ook drie broertjes, misschien velen van ons die niet kennen, die ook aanwezig waren in Karbala. Een van die broertjes van hem was Abdullah. De andere was Ja'far. En de andere was Uthman. Wacht even, Mujtaba. Zijn nou Uthman? Heel veel Sunnitische broeders en zussen die komen naar ons toe. Ze zeggen, maar wacht even. Imam Ali alayhi salam had een zoon genaamd Uthman. Oftewel, Imam Ali had geen problemen met de metgezellen. Met bepaalde metgezellen. Maar hoe antwoorden wij daarop als Sjiitse moslims? Wij zeggen ten eerste, de vernoeming naar de naam Uthman heeft niks te maken met Uthman ibn Affan. Persoon van Bani Umayyah, de derde geliefde. Dit heeft te maken met Uthman ibn Mad'un. Deze persoon was een trouwe metgezel van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ali hield van deze persoon, omdat hij in de tijd van de jahiliyyah, in de tijd voor de islam, nooit alcohol aanraakte. En hij was de 14e persoon die de islam accepteerde. Dus de benoeming van Uthman als de zoon van Imam Ali alayhi salam was niet naar Uthman ibn Affan, maar naar de andere Uthman. En ik kan nog veel over vertellen, maar in verband met de tijd, wij vragen onszelf af, waarom ging Umm al-Banin alayhi salam niet naar Karbala? Want het was een belangrijke personage. Drie redenen en dan sluit ik af, inshallah. Want we hadden ook andere personen, hè? Bijvoorbeeld Mohammed ibn Hanafiya, Abdullah ibn Ja'far al-Tayyar, Qambar, de bediende van Imam Ali alayhi salam, en andere personen die niet meegingen naar Karbala. Maar daar zit een verhaal achter. Ten eerste zeggen wij dat Imam al-Hussein alayhi salam een duidelijke opdracht gaf aan deze mensen, onder andere ook dus aan Umm al-Banin alayhi salam, om in Medina te blijven. Een van de redenen kan zijn, is dat Imam al-Hussein alayhi salam had een dochter genaamd Fatima al-Alila of Fatima al-Zuhra. Zij was ziek en zij moest blijven in Medina. En Imam al-Hussein zei tegen haar oma, tegen Umm al-Banin alayhi salam, dat zij ging zorgen voor zijn dochter. Ten tweede, Abu Fadl al-Abbas alayhi salam had een andere zoon, genaamd Ubaidallah. Fadl, de zoon van Abbas alayhi salam, ging mee met Abbas en de moeder van Fadl, Lubabe, de vrouw van Abbas alayhi salam, naar Karbala. Maar één zoon bleef achter. En wie ging zorgen voor die zoon? Zijn oma, Umm al-Banin alayhi salam. De tweede reden waarom Umm al-Banin alayhi salam niet meeging naar Karbala is een interessante. Ik heb tegen jullie gezegd dat Umm al-Banin komt van een bepaalde stam, van een bepaalde ashire. In de tijd in Medina en nog steeds in Irak zie je dat stammen belangrijk zijn. Er heerst een bepaalde stammensysteem. Umm al-Banin was onderdeel van de stam Al-Kilabiyya. Een hele bekende en gerespecteerde stam. En Imam al-Hussein alayhi salam wilde dat iemand in Karbala overbleef om de media, de propaganda tegen de Ahlul Bayt tegen te houden. Umm al-Banin werd gerespecteerd. Hij wist dat ooit de vrouwen van Bani Hashim teruggingen naar Medina. En hij wilde daarom dat Umm al-Banin achterbleef in Medina. De laatste reden, en belangrijk voor ons om te weten voordat ik afsluit, is dat Umm al-Banin naast een dienaar van de Ahlul Bayt was, ook een alima was. Zij leefde in het huis van Imam Ali alayhi salam. Imam Ali had een grote invloed op het geloof van Umm al-Banin alayhi salam. Wij weten bijvoorbeeld een andere persoon genaamd Fidda, die leefde met Fatima al-Zahra en Imam Ali alayhi salam was ook een alima. En Umm al-Banin was ook een alima. Hij wilde dat zij overbleef in Medina om de aqide van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de Ahlul Bayt te bewaren in die tijd. Dus die drie redenen waarom Umm al-Banin achterbleef in Karbala. وآخر دعوانا الحمد لله بالعالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أحسن جزاكم الله